Hey Rick. Hey José. Leuke stellage heb je gebouwd, man. Mooi hè? Ja, de tomaten komen weer allemaal op. Nou ja, eigenlijk overal in de moestuin. Dus ik heb ze hier neergezet. Oh, grappig. Dus je weet niet wat voor soortjes het zijn? Nee, geen idee. Spannend, spannend. leuk. Nee. Ik zag trouwens je kooltje. Ja, rupsen hè? Ja. Ik heb net een beetje wijnruit geplukt hier aan de slootkant. Oh, dat ken ik niet. En nou, dit is dus wijnruit. Oké. En ik ga hier met nog meer andere planten een middel tegenmaken waarvan de rupsen niet houden. Yes! Met name op kolen. Yes. Dus een werend middel. Oké, dus ik heb mijn schepnetjes niet meer nodig tegen de vlinders. Nou, je zal de rupsen misschien wel even moeten vangen in het begin. Ja. Maar daarna komen ze niet meer. Oké. Als het goed is. Heel, dat is wel heel handig. Ja, dus. Nou, leuk. We gaan het weer uitproberen. Ja, dan gaan we zien. Gaat hard met de bonen. Een paar weken geleden geplant. Ze zijn nu al helemaal omhoog aan het groeien. Ik heb stokjes erbij gezet. Nou, de stokjes heb ik gisteren neergezet. En ze zijn helemaal zo, woep, allemaal hebben ze hun eigen stokje al gevonden. En dit zijn de zwart-witte bonen, de pandabonen. En dit zijn de maricobonen. Die zijn ook zwart-wit. En die zijn iets kleiner. Deze hebben nog geen stokje nodig. Deze blijft lekker laag. Ik zei ook 50 centimeter, maar ja, die anderen die luisteren niet. Deze gelukkig wel. Het is wel grappig dat er af en toe ook nog iets anders tussen groeit. Kijk hier, nog een, volgens mij nog een klaroen. Hier ook nog, van vorig jaar. Ik moet wel zeggen, de Kaapse best die heeft zich over de hele tuin verspreid. Ze proberen af en toe een beetje een paar te pakken en weer allemaal in één vakje te stoppen. Soms lukt het, soms niet. Deze is mis, deze hier. Hij heeft een beetje moeite gehad, want het was natuurlijk iets te warm. En wat ook leuk is, kijk. Tadaa, de mais komt omhoog. Behoorlijk ook. En eindelijk een keer een mooi in een vakje. Nou, dit is de gekleurde mais. Ik heb al die zaadjes bij elkaar gegooid. Dus deze kan bijvoorbeeld rood worden, of blauw, of groen. En die, ik denk... Die groen worden. Ik zie het met een andere kleur blad hebben ze dan deze. Dus het wordt een verrassing wat het wordt. Kijk, bijvoorbeeld hier in mijn amarantvak, daar groeit ook alweer de Kaapse bes. Nou, leuk. Maar ja, die Kaapse bes die wordt natuurlijk heel groot. Dus ik laat het voor nu even staan. Het is een beetje warm en in het warme weer kan je beter niet je planten gaan verplanten. En hier hebben we de amarant. En die is ook al behoorlijk groot aan het worden. Kijk, en hier is zelfs al mooie pluim is die aan het ontwikkelen. Dat is wel leuk. Hij heeft alleen een beetje gaatjes in zijn bladen. Ik denk dat de aardvlooien weer bezig zijn. Maar ik zie ze niet. Nou ja, dan kan je, wat je tegen kunt doen is gewoon een beetje mulch eromheen gooien. Daar houden die aardvlooien niet van. Dan heb je iets minder last van gaatjes in je blaadjes. Hier, de boomspinazie. Kijk hoe mooi die is. Ik zei al dat die paars is van binnen, of roze. Nou, dat kan je goed zien. Het is echt een mooie plant. Alleen zitten, de zaadjes waren heel klein, dus alles is een beetje bij elkaar. Dus met koeler weer even verplanten en dan in mooie rijtjes zetten weer. Hey, ja, er groeit alweer een nieuwe Cosmea. Leuk hè? Mooi. Komt ook alweer een nieuwe. Ja, het was natuurlijk heel erg warm de afgelopen tijd. En dan gaan de planten natuurlijk snel groeien. Ik heb nou wel een paar tips voor je als het weer zo warm wordt. Ja, ten eerste de tip als je naar de moestuin gaat en het is 30 graden. Neem water voor jezelf mee, want je moet eerst voor jezelf zorgen. Ga het liefst 's ochtends of 's avonds, niet in de warmste van de dag.
En voor je planten, als je water geeft, geef dan 's ochtends water of 's avonds. Het liefst 's avonds, want dan blijft de grond langer nat. Gewoon de hele avond door, want het is geen zon. Dus het verdampt niet. En geef niet te veel water. Sommige mensen geven 2 keer per dag water. Dat doen ze vooral bij bloemen. Maar voor je groenten is het handiger om 1 keer om de 2 dagen water te geven. Want anders maken ze oppervlakkige wortels aan. En dan worden ze een beetje lui. En dan willen ze alleen nog maar water hebben van de bovenste laag van de grond. En dan gaan ze niet zelf op zoek naar grondwater door diepe wortels te maken. En ja, en dan blijf je water geven natuurlijk. Maar ja, eerst zelf water drinken. Nou heb ik nog een tip. Kijk, hier heb ik een paar plantjes staan en een paar bloemen en zo. Dat is leuk. Een kanna en siererwten. En als je hier water geeft, dan verdroogt het heel snel. Want de grond is best droog hier zo. Groeit niet zoveel. Wat ik dan doe, is water geven in van die lege potjes. En dan doe ik dan wat onkruid in of wat ook. En dan loopt het water langzamer de grond in. Wat je ook kunt doen is even een gat maken naast je planten. En daar het water in doen. Dan loopt het ook langzamer de grond in. Zie je? En wat je zeker niet moet doen met warm weer is mesten. Want dan gaan de wortels verbranden of de planten verbranden. Want ja, mest moet je vaak mixen met water. En als het water weg verdampt, dan blijft alleen de meststof over. En die is veel te zwaar voor de plant op dat moment. Dus als je gaat bemesten, doe het dan op bewolkte dagen zoals nu. Oh ja, of ja, 's avonds. En als je last van luizen hebt met warm weer, haal de luizen weg. Want die luizen die halen alle sappen uit de plantjes. En voornamelijk met warm weer heeft de plant al die sappen nodig. Dus als je luizen ziet, ik heb ze nu even niet hier zo, dan weghalen, gelijk weghalen. Dat is, anders gaat de plant eraan. Ja, ik weet niet, door het warme weer zijn de aardappels niet echt hoog geworden tot nu toe. Ik heb al gezien dat bij het boeren op het land hetzelfde probleem hebben. Dat de aardappelplantjes een beetje laag blijven. Maar ja, even wachten en dan worden ze waarschijnlijk wel weer hoger. Ik had hier een hele rij Afrikaantjes geplant. Zaadjes van vorig jaar. Het begint aardig goed omhoog te komen. Uien! Kijk hoe groot ze al zijn. Deze begint zelfs al te bloeien. Echt mooi. Ze doen het goed met dit weer. Ik vind het wel altijd vervelend als je rijtjes maakt en een eentje doet het niet. Hè? Dan heb je altijd zo'n gat. De dahlia doet het weer. De rode en de gele uien. En hier de knoflook. Dat duurt het een beetje langer. Ik heb 1 knoflookje volgens mij. Ik weet niet zeker. Het kan ook gras zijn. Laat het even zitten. Maar als je gaat graven, dan zie je de knoflookjes nog wel liggen. Nu heb ik geen enkele aardbei meer hier zo liggen. Want de exes kwamen langs. En die hebben alle aardbeien opgegeten. Heel apart. Ik wist niet dat exes aardbeien eten. Maar ze komen hier gewoon tussen en ze halen alles eraf. Kijk, ze halen het gewoon van de kroontjes af. Maar ik heb ongeveer daarvoor, voordat ze kwamen, ik denk wel 1 kilo of 5 aardbeien naar binnen zitten werken. Het was heerlijk. Er kwam echt veel oogst uit. Dus ik hoop dat er nog wat komt. Ik denk het niet. Maar ik laat ze lekker staan, want ze zijn mooi aan het uitlopen nu ook. Nou ja, niet alleen de exes hebben het opgegeten. Hendrik die kwam ook af en toe langs en die gaat in 1 ruk zo wop de aardbeien in en eet alle aardbeien op. Dat is ook wel weer grappig om te zien. Ik ben helemaal fan daarvan. Gelukkig heb ik nog aalbessen en kruisbessen. Die zijn nog niet rijp, maar ja, als die komen, dan hebben we weer volgende fruitoogst. Ik heb hier nog een paar Mexicaanse zonnebloemen. En ook prachtig. Haricot vers, een sinia en nog een prinsessenboon. Die ga ik nu in de grond stoppen. Dan kunnen jullie even kijken bij José. Ik heb binnen
heb ik op tafel een pot met goudsbloemolie staan. En die heb ik gemaakt van deze prachtige goudsbloemen. Ik pluk ze als ze mooi open zijn dus. En eigenlijk het liefst op het midden van de dag als de zon schijnt. Dan zit de meeste zonnekracht erin. Dus ik heb hier lekker veel bloemen van geplukt. Dan haal ik van die bloemetjes de lintblaadjes en die stop ik in de olie. Ik heb in een van de eerste uitzendingen basilicum gestekt. En nou, daar staan allemaal potjes te wachten. Als de uien eruit zijn, dan gaat daar de basilicum in. Dat zijn twee trays vol met potjes. Ik heb daar al een heel hoekje geplant met stekjes van de basilicum. Hier zelfs ook. En binnen staan de planten nog volop te bloeien. Deze basilicum is lekker om te eten, maar het is ook een hele goede bijenplant. Dus daar zet ik hem eigenlijk ook voor. Oh ja, ik had natuurlijk nog een experiment gedaan met goudsbloemen. Ik had een stukje stof geverfd. Nou, is dit het resultaat? Wel geverfd, niet geverfd. Ik moet zeggen, er is enigszins verschil, maar minimaal. Nou had ik ook wel een minimale hoeveelheid goudsbloemen, want ik had er toen nog niet zoveel. Dus ik ga het experiment zeker nog een keer herhalen. Kijken of ik er wat meer gele kleur uit kan halen. Want het wordt niet oranje, maar geel. Rick heeft er al een keertje over verteld. Hij heeft ook een rijke geschiedenis, die goudsbloem. Wordt al heel veel ingezet vanwege zijn geneeskrachtige waarde. Desinfecteert heel goed in ieder geval. Werd zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog veel gebruikt om een wonden te ontsmetten. Maar goed, ik haal nu zeg maar de werkzame stoffen van de goudsbloem eruit door ze op olie te zetten. Die olie die zet ik nu in de zon en die laat ik gewoon eigenlijk de hele zomer staan. En ik zet hem bij mij thuis voor het raam in de keuken. Dat is al een plaatje om naar te kijken. De eerste week goed roeren, zodat alle blaadjes goed met olie doordrenkt raken, zodat het niet kan gaan schimmelen. Op een gegeven moment zie je ook dat het gaat zakken. Dan zet ik er een deksel op, maar ik laat het stokje erin zitten, het staafje. Zodat het deksel niet helemaal afsluit, kan het een beetje blijven ademen. Dus hier ga ik dan aan het eind van de zomer, zeef ik de blaadjes eruit, haal alleen de olie over. En maak ik met bijenwas hier goudsbloemzalf van. Je kan de olie trouwens ook zo gebruiken. Je kan hem heel goed op babysbilletjes smeren. Het is zelfs goed, heb ik wel gelezen, na bestraling, je bestralingspijnen. Doorlichtwonden schijnt het ook allemaal goed voor te zijn. Het is kortom, het is ook weer zo'n zalf die heel breed inzetbaar is. Dus dit gaat strakjes de calendula zalf worden, of de goudsbloemzalf. Calendula, die naam hebben ze trouwens te danken aan het feit dat dit bloemetje eigenlijk een bloem is uit het Middellands Zeegebied. En daar eigenlijk het hele jaar door rond bloeit. Dus het hele kalenderjaar blijft hij bloeien en vandaar heet hij calendula. Bloemblaadjes, omdat ik er genoeg heb en ik vind het zo mooi in een pot staan. Het is echt een... Alleen daar word je al blij van. Nou, hoppakee, goed roeren. En meestal is de gouden regel van als je dit soort dingen doet, een masseraat heet dit trouwens maken, dat je 1/3 bloemblaadjes doet en de rest olie. Zonnebloemolie, biologische zonnebloemolie heeft het voorbeeld deel dat het nog redelijk betaalbaar is. En zonnebloemolie trekt snel in. Dus het is ook wel praktisch. Heb ik hier natuurlijk een potje goudsbloemzalf. Heb ik vorig jaar gemaakt, zie ik. Het is trouwens best lang houdbaar, zeker als je er een beetje etherische olie in stopt. Of een beetje vitamine E, een paar druppeltjes. Mijn dochter die smeert het trouwens over haar, op haar nieuw gezette tatoeage. Nou, kijk. Prachtig zalfje. Dan gingen we het werend middel tegen bladetende rups maken. Nou, die wijnruit die had ik dus bij de sloot geplukt. Als je hem wil zoeken, dus aan slootranden. En dan heb ik ook nog nodig zeepkruid, stop ik erin. Vanwege de saponine,
Dat is echt eigenlijk waar ze het grootste hekel aan hebben. Maar al de rest van de producten die versterkt het een beetje. Salie stop ik erbij. Daar houden ze ook niet van. En pepermunt. Dus dat ga ik even uit mijn tuin plukken. Nou, dit is zeepkruid of saponaria. Nou, dat moet je echt ook een beetje onder controle houden, want dat breidt heel snel uit. Dus het is niet zo heel erg om er wat vanaf te knippen. Ik knip er gewoon maar een handje vanaf. Lijkt me wel voldoende dit. Dan had ik nodig de salie, maar die haal ik weer van binnen. En de pepermunt. Ik ga deze munt voor gebruiken. Die is net even wat sterker dan die munt, zeg maar. Dus en dat groeit allemaal wel weer uit, loopt allemaal weer uit. Dus dat snoeien vinden ze vaak eigenlijk best wel lekker. En de salie. En dat blijft ook maar gewoon groeien en groeien, want ik heb hier al heel wat van afgeknipt. Goed. Nou, dit ga ik een beetje in kleine stukjes knippen, want over het algemeen is toch wel gewoon de regel, als je kleine stukjes knipt, komen de werkzame stoffen wat makkelijker uit. Van deze, dus er zijn dus best heel veel manieren om werkzame stoffen uit planten te halen. Je kan het dus door middel van olie en warmte doen. En nu gaan we bijna koken. Dus op het moment dat het een beetje begint te borrelen, dan haal ik het van de warmtebron af. En dan laat ik het met de deksel op de pan, zodat alles lekker in de pan blijft, laat ik het afkoelen. Wijn eruit. Oh, dit is al zo 100 gram. Oké. Hoppakee. 50. En dan de saponaria. Ik doe per 1 liter water 100 gram kruiden. Nou heb ik best wel veel, dus ik doe nu van alles 50 gram en dan kan er 2 liter water bij. Zo lekker. Door die munt en salie, ja. Ik hou er wel van. Dit is 200 gram. En die doe ik hierin, in een pan. En vervolgens op het pitje. En water er natuurlijk bij. En dan haal ik gewoon uit de ton. Zo. Even kijken. Als ik nou 2 liter wil, dan laat ik hem hier even opstaan. Dan weet ik dat ik 2 liter heb. Eigenlijk doe ik het meestal zo. Dat ik zorg dat de gesneden kruiden gewoon lekker precies onder water staan. Kijk. En dan is je verhouding eigenlijk bijna altijd goed. Dus dit laat ik zo staan. Koken. Tegen de kook aan heet dat zo mooi. Dan is de graad of 90. En dan laat ik het afkoelen. Dan doe ik het in een sprayflesje. En spruit ik het op mijn rode kolen, die er nu nog prachtig uitzien. En de uitdaging wordt natuurlijk om ze zo mooi te houden. Hey! Hey Rick! Ik had nog een experimentje thuis gedaan met zoete aardappels uit de supermarkt. Ik heb gewoon in een bakje gedaan en kijken of het lukt. Nou, nou ze lopen uit. Ja, super, ja. Maar kijk, die is beter gelukt. Dus die van mij, die heb ik... Oh ja, dat is wel een verschil. Die heeft het te droog gestaan, dus die, nou ja, die doet het niet. Nee, is een beetje zoals mijn rode kool en jouw rode kool. Maar ik ben een lekker theetje aan het maken. En dan mag jij ook op je rode kool staan. Ah, dankjewel. Weet jij, kan ik dit gewoon zo in de grond zetten? Nee, dit is echt gaaf. Nee, kijk, luister. Met een scherp keukenmesje snij je die stekken eraf. Gewoon tegen de aardappel aan? Nou, je moet even kijken, want hier zitten er gewoon 2. Dus
hier kan je er eentje afsnijden, dan kan die nog een beetje groter groeien. Mm-hmm. Wat je af hebt gesneden, dat zet je op het water. Ja. Dan krijgt die heel snel worteltjes. En die worteltjes, als er dus eenmaal worteltjes onder zitten, ja, dan plant ik ze. En dan krijg je opnieuw zoete aardappels. Ik zou die stekjes eraf snijden en dan... Ik zet ze zelf altijd bij mijn vensterbank bij de keuken. Ja, ja, de zon omdat ik ze dan goed in de gaten hou. Ja. En dan zie je ze heel snel wanneer de worteltjes aanschieten. Nou, we zijn tot de conclusie gekomen dat we de stekjes wel moeten maken. En jij als stekmaster gaat het even voordoen. Nou, scherp mesje. Nou, zo simpel. Dan haal ik even die onderste grote bladeren eraf, want daar heb je toch niks meer aan. En als je ze nog verder laat groeien, dan zou je hier eventueel ook nog een stek... Ik had hem eigenlijk ook wel hoger af kunnen snijden. Maar ja, daar hebben we nu niks aan. Even kijken. Je kan ze eruit trekken, hoor. Oh ja, maar je moet ze altijd zo min mogelijk voor ze... Nou, joh, we gaan gewoon houden in de gaten. Ik zet ze hier, kom je iedere dag. Dus ik zal ze in de gaten houden of ze... Het blad ga je ook nog te kunnen eten. Spinazieachtig. Ja. Kijk, als je hem in de grond zet, dan zal hij het inderdaad ook gaan doen. Want al die spruiten, die... Ja. Ja. Maar zo krijg je echt gewoon heel veel stekjes. Dan kan je binnen no time, kan je, net zoals met die basilicum, kan je gewoon heel veel zoete aardappels krijgen. Ja, dat is beter dan 3, ja. En hoe lang heeft dit nog nodig? Nou, kook erover. Ja. Afkoelen. Afgieten. En klaar. Nou, mooi. En wat je over hebt, die prut, hè, die gooi ik dus gewoon weer bij de planten. Dat is dan weer een soort mulch. Dus... José, ik heb een vraag. Oké. Okay. Weet jij wat die plant is die daar groeit? Ja, waarschijnlijk een ui. Ja, hè? Ja. Is het geen knoflook, bieslookachtig iets? Ja, ja, ja. Leuk, hè? Gewoon maar spontaan. Ja, nou ja, er zal hier wel ergens iets van ui, bieslook of iets dergelijks gestaan hebben. Hmm. Bieslook geeft trouwens meestal paarse bloemetjes. Het is wel heel hoog. Ja, een prei kan ook nog. Die geeft ook zo'n bloem. Oké. Okay. Allemaal die ui-achtige dingen. Is altijd wel weer leuk wat er spontaan opkomt, ja, hè? Ja, nou ja, goed, hetzelfde als je tomatenplantjes natuurlijk. Het blijft iedere keer een verrassing. Ja. Ik laat ook altijd dingen staan waarvan ik denk van, hey, leuk, wat gaat dat worden? Yes. Ik heb trouwens speciaal prei uit laten bloeien vanwege mijn bloeien. Oh, voor de zaden? Nee, gewoon omdat ik het mooi vind. Leuk. Nou ja, we gaan erachter komen wat het is. Moet even opzoeken. Veel plezier in jullie eigen tuin of moestuin. En tot de volgende keer. Doei doei.